30%. Dachten mensen vroeger nog dat ze 112 alleen konden bellen voor noodgevallen? Nu bellen ze dat nummer ook als ze iets verdacht zien, zegt de politie. Ook houden mensen elkaar via WhatsApp op de hoogte. Waarschijnlijk wordt binnenkort gestopt met zoeken naar het vermiste toestel van Malaysia Airlines. De vicepremier van Australië wil er een punt achter zetten en gaat hierover praten met Maleisië en China. Je kunt niet eeuwig blijven zoeken, zegt de vicepremier. Zondag is het een jaar geleden dat het toestel ineens van de radar verdween. Aan boord waren 239 mensen. Het weer, eerst nog zon, maar vanmiddag komen er buien opzetten. Het kan flink waaien en het wordt een graad of 8. Tot zover het Novum Nieuws. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De spits neemt nu eindelijk wat af, maar het is nog wel redelijk druk in het midden van het land. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Everdingen en Nieuwegein 6 kilometer. Verderop richting Amsterdam tussen knooppunt Oude Rijn en Maarsen 4 kilometer. Dat komt omdat de Leidse Rijntunnel even dicht is geweest. Op de A7 van Heerenveen naar de Duitse grens staat het vast bij Groningen-Oosterpoort 4 kilometer daar. A12 Arnhem-Den Haag bij knooppunt Lunetten 2 kilometer door een ongeluk. En dat leidt ook tot file op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Bij knooppunt Lunetten ook 3 kilometer. En de week begint met maandag.